26 teams treden zaterdag om de winst bij Boldig in de Knup, de eerste dorpsquiz van het dorp. Het thema was dit jaar Back to School. Alle vragen en opdrachten zijn naar dit onderwerp aangepast. Hebben we dit compleet? Want er was DMO's nog goed gezocht weer. Hè? Dit is wel de sequoia, Het nummer is 10. De sequoia, maar wie schreef de sequoia? Dat heb ik straks opgeschreven. Afgelopen najaar kwam mijn vrouw thuis en die zei op een gegeven moment... ik heb iets leuks om te gaan organiseren. En ze vroeg meteen of ik daar ook interesse had om daar met haar samen te gaan doen. Ze deed eigenlijk elk jaar deze mee aan een quiz in Reuver vanuit haar werk. En dat heeft ze altijd zo leuk gevonden. Dat ze eigenlijk een beetje aan het wachten was dat iemand opstond in Balen om dat te gaan doen. Nou, dat gebeurde niet. Dan moet je op een gegeven moment zelf het initiatief gaan nemen. Dus zo is het ontstaan. Ze mogen zich vanavond bijvoorbeeld al gaan verkleden en dan mogen ze op een gitaar een stukje muziek gaan spelen. Ze moeten bijvoorbeeld in de gymzaal moeten ze een shuttle run test af gaan leggen. Een klein dicté is ook een dingetje wat nog voorbij komt. Een shuttle run test, zo meteen ga je toch een bandje spelen en erin zitten piepjes of zoempjes, net wie ze het wil nemen. De bedoeling is dat je elke keer, voordat het zoempje klinkt, achter de gele lijn ziet geweest. Zo blijf je op en neer rennen. Toch wel pittig eigenlijk. Ja, lang niet meer gerend. Maar het ging op zich wel prima. Wat vond je van de opdracht zelf? Was het een leuke opdracht? Ja, op zich wel. Ik denk misschien wat variatie zou leuk zijn, maar... Ja, nee, prima. Even op adem komen weer. We zijn bezig met de Boldense quiz, Bolder in de Knup. En we proberen hoe het al die chaos heen nog in enigszins acceptabel resultaat te krijgen. Dus het is eindig woord in one order, maar het komt wel goed. We hebben een fotoopdracht. We moeten vier mannelijke sporters en vier vrouwelijke Nederlandse sporters uit die foto's halen. Dat is best lastig. We hebben drie mannen en we hadden twee vrouwen, dus we moeten er nog wel een paar. Ik heb net het optreden van mijn leven gehad. Ik heb zojuist Guitar Hero gespeeld op extreem niveau. Ik heb 300.000 punten behaald, wereldrecord. Als slash een verfaamd gamer vond ik dit wel de leukste opdracht. Het fietsen en zoeken naar jokers, dat werd me een beetje te veel. Dus even relaxed gamen is wel heel erg lekker. Ja, ik denk twee ideeën of zo. Of zo het. Eigenlijk spelen. Nou, een van de opdrachten was om zoiets soortgelijks na te schilderen. Dus ik ben een poging tot aan het doen. Maar ik ben er niet zo ver. Ben ik lang niet klaar? Ja, de bedoeling is in ieder geval dat we die boom op een meter hoogte gaan meten. De omtrek van die boom. Op een meter hoogte. Dat moeten we gaan doen. Dat is een van de opdrachten. Ja, 4,10 meter. Van hoofdstuk 8 zijn we bezig met een vraag over Kook van Eigendijk, de carnavalsvereniging van Balen. Sinds de start van Kook van Eigendijk zijn er ondertussen heel veel liedjes gezongen op de liedjesavonden. Welk Bolders nummer won in 2003? Else Meg, wist ik best toch al bij toes of niet? Als ze daar toes even was kijken, vroeg even of Paul even op de zolder gaat kijken. We moeten even de winnaar hebben van Kook van Eigendijk 2003. Ja, wij zijn nu bezig met uitzoeken hoe oud de hoofdorganisatie is bij elkaar opgeteld. Wat vindt u van het hele evenement dat vandaag plaatsvindt? Ja, helemaal top. Ja, echt goed georganiseerd, een hoop opdrachten. Prachtig, echt super initiatief. Leuke verbinding. We hebben ook een bijeengeraapt team. We kennen elkaar sporadisch, maar je ziet nu ineens... is het toch een heel hecht team. En wat mijn collega Paul al zei van, ja, je wil dan toch uiteindelijk wel winnen. Ja, superleuk. Het is heel gevarieerd. Richting aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis. Dus je leert van alles. En de oude dingen die je op school hebt geleerd, die moet je toch even heel diep gaan graven om dat naar boven te krijgen. Dus ja, superleuk. Nou, veel bergen werk verzet. Dus knap geregeld. Het is natuurlijk een quiz voor jong en oud. En het is ook wel door Balense mensen georganiseerd voor Balo.
Dat is het hele idee erachter. Een soort extra verbinding binnen het dorp creëren. Op vrijdag 3 mei worden de winnaars bekend tijdens de uitslagenavond.